information. Bent u ervan op de hoogte dat binnen de Caribische regio het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de enige instelling met een 3D-mammograaf is? Met dit apparaat kan volgens de nieuwste radiologische technieken borstonderzoek gedaan worden. Er worden ook bijzondere onderzoeken, namelijk tomosynthese, uitgevoerd. In het Mama Centrum Suriname vindt er beeldvormend onderzoek van de borsten plaats. Het standaard borstonderzoek dat er bij het centrum wordt uitgevoerd, wordt ook wel mammografie genoemd. Bij dit onderzoek wordt er een röntgenfoto gemaakt van de borsten. Een mammogram wordt gebruikt voor het vroegtijdig opsporen van borstkanker en het monitoren van genezen verklaarde borstkanker. Het is per kankerpatiënt verschillend of hij of zij wel of niet helemaal beter wordt. Of iemand beter wordt, hangt af van de soort kanker en of er uitzaaiingen zijn. Ook speelt de algemene gezondheid, lichamelijke conditie van de patiënt een grote rol. De kans dat een kankerpatiënt beter wordt, is de afgelopen jaren groter geworden door de verschillende specialistische behandelingen die er worden aangeboden. For your information.